Ja, bij jou alles prima, joh. Ziet er al gezellig uit, vind je niet? Yes. Ik ben ook zo'n piano. Ja, dat is zus zou je kunnen zijn. We zijn de baas. Do you want to play along? Come on, bitch. Give it to me. Yeah. Is dit wat dit moet voorstellen? Dit amateur gebeuren, jullie kan... Ja, applaus voor deze man. Culture is too fast for him. No freefall is too high for him. No troll ride is too intense for him. This is him. Ruben Koet, the white specialist. Lieve horenvriendjes, welkom weer bij een nieuwe video hier op Extreme Rides. We staan vandaag voor Walibi. En hier gaat het vanavond gebeuren. De Halloween Fright Nights gaan dit jaar gewoon weer door. 2021 leven we. In 2020 ging het helaas na één avond niet meer verder. Want toen werd het allemaal opgeschort vanwege de corona. Maar dit jaar gaat het gelukkig wel door. En ja, Walibi is toch de topper. Eerst en de beste, zullen we maar zeggen. Ja, de kwaliteit hier is zo hoog en zo goed. Ja, dit gaat er al worden. Je ziet er al staan. Esther is weer met me mee. Ze is de laatste Halloween feestjes ook meegegaan. Dat vond ons wel eng. Maar dit gaat ze helemaal. Je gaat ze gewoon freak out hier gewoon echt. Dit wordt echt gewoon, ja, dit wordt echt mega. Ja, welkom in Walibi zou ik zeggen. Nee. Er is nog wel wat te doen omtrent de toegang. Want je moet een corona bewijs hebben. Tenminste, je moet bewijs hebben dat je dus gezond bent. Of een vaccinatie. Of herstelbewijs. Of je moet je laten testen. Ik heb het laatste gedaan. Hier in Harderwijk is het dichtstbijzijnde testlocatie. Ze hebben zelf geen testlocatie hier op het park. Dus alleen als je dan helemaal gezond bent, zeggen ze dan, mag je het park op. Het is niet de keuze geweest van Walibi zelf. Maar van de gemeente hier. Dat is gemeente Dronten ligt het, geloof ik. Uit mijn hoofd. Maar in elk geval, hun hebben dan bepaald de gemeente dat je hier in één keer testbewijs moet hebben om op een park te komen. Een beetje flauw, maar we wilden toch heel graag heen. Dus we hebben ons even laten testen en we gaan nu naar binnen. Walibi geeft aan iedere Halloween geven ze een titel en dit jaar is het The Darkness Takes Over. Nou, we lopen gewoon rustig door het park heen. Haunted Holidays is dus gesloten zoals net gezegd, maar in plaats van de Haunted Holidays hebben ze op de ritpas die ze verkopen, hebben ze de campsite gezet. Dat was eerder een gratis walkthrough, maar daarvoor moet je tegenwoordig ook betalen. En die zit nu op de ritpas erbij in plaats van de Haunted Holidays. Ik moet zeggen, echt stukken beter weer dan vorig jaar hoor. Schitterende avond wordt dit. Nou, Eddie de Clown is dit jaar ook gewoon weer aanwezig, maar ieder jaar doen ze het anders. Dat hebben ze dit jaar bedacht. Ze hebben een soort wagentje hebben ze voor elkaar getoverd. Een soort, wat is het? Eddie Mobiel is het eigenlijk. Hey! Ja, goed met jou, kerel. Ja, is goed. Goed, jongen. Nou, dit gaat hij dus de hele avond doen. Dus meet and greet zit er dit jaar niet in. Maar ja, zoals net gezegd, Walibi probeert ieder jaar wat anders met Eddie de Clown. Maar ik heb nooit het gevoel dat het echt een succes geworden is. Want hij is gewoon te succesvol. Het wordt gewoon te druk om hem heen. Dus ja, dat jaartje met al die shows, maar daar was het ook gewoon ontzettend druk. Dus dit jaar eigenlijk net zoals vroeger. Hè. Vroeger deed hij het ook een beetje rondje draaien door het park heen. Maar toen was hij nog niet zo populair als hij nu is. Nou, Eddie stopt af en toe dus ook eens een keertje. En dan gaat hij met mensen op de foto, dan praat hij wel met mensen. Maar je ziet het. Het is echt heel erg druk om hem heen. Er was trouwens nog wel wat te doen dit jaar over Eddie de Clown. Eigenlijk elk jaar. Elk jaar wordt er gesuggereerd dat hij zou stoppen. Nou, Eddie de Clown is natuurlijk al heel lang hier in Walibi aanwezig met de Fright Nights. Walibi heeft eigenlijk het Halloween naar Nederland gebracht. Dit is het eerste grote Halloween evenement dat succesvol is. Ja, dankzij ook Eddie de Clown. Ik denk dat je er gewoon vanuit mag gaan dat hij de komende jaren hier zeker nog in de polder aanwezig is met de Halloween Fright Nights hier in Walibi. We gaan de eerste Scare Zone bezoeken. Het is nou nog licht, hè? Ik zie hem zo zitten. Het is een deels nieuwe scare zone, is het. Eerder stond dit allemaal een beetje bij de Untamed, maar ze hebben het naar hier verplaatst. Vooral was hier natuurlijk ook met dat vuur en zo, een beetje met dat hel en alles. Ik geloof niet dat ze het vorig jaar gebruikt hebben, maar dit jaar wel. Dat vind ik heel erg mooi. Wat ik zeg, Walibi is toch wel de toppen hoor, qua Halloween. Schitterende decoraties. De tweede scare zone in de Viviens. Vet hoor, die lasers zo. Zo mooi gemaakt. Kijk eens hoe netjes. We zijn gelukkig helemaal in beperkingen meer verder wat betreft corona. Iedereen mag gewoon door elkaar lopen, dicht bij elkaar in de buurt komen.
We zagen mondmaskers weer. Dat is wel ideaal. Dus je kan gewoon, ja, lekker je ding doen. Zoals je doet ook altijd gewoon tijdens de Halloween Pride Night tegen. Wat dat betreft is gewoon top. De eerste die we gaan doen wordt vanavond de Psycho Shock. Ziet er al gezellig uit, vind je niet? Yes. Ik ben ook van pyjama. Dat is zus zou je kunnen zijn. Zij de baas! Kippie, kippie. Knip? Ja, zij is geknipt. Maar is het een wat een strijdje, hè? Wat een strijdje. Want zij is eigenlijk. Wat is er dan? Ik ben bijkomen. Je bent helemaal goed aangeslagen. Hey, wat voel je ervan? Ja, eng. Ja? Ja, doodeng. Ben je nog een paar keer geschrokken? Ja, oh. Nee. Alleen maar, je bent alleen maar geschrokken. Ja, jullie hebben trouwens wat archiefbeelden gezien van een aantal jaar geleden. Maar van binnen ziet het ongeveer allemaal nog hetzelfde uit. Moet ik wel zeggen, wat ik iedere keer zeg, ja, de characters zijn allemaal hetzelfde. Ze hebben wel zeg maar dezelfde rollen, maar iedereen voert er toch anders uit. Bijvoorbeeld bij de stoel waar normaal iemand geopereerd heeft en dan naar boven kon schrikken, daar lag nu gewoon een pop. En dan kan die in één keer wel rest kan die zeg maar de zaal binnen zeilen. Dus ja, je hebt toch iedere keer andere schrik-effecten. Omdat de spookhuis voor het ja, grootste gedeelte hetzelfde eruit ziet. En laten we eerlijk zijn, wij fans weten exact hoe het helemaal van binnen uitziet. Maar als een gewone bezoeker, zoals hier achter mij in de wachtrij, gewoon één keertje die bezoekt, die is volgend jaar lang vergeten hoe het er ook weer uitzag. Die schrik gewoon opnieuw van dezelfde scare actors die dezelfde rol uitvoeren. Het was leuk om even weer gedaan te hebben, maar we gaan nu wat nieuws doen. Want ze hebben hier een nieuw spookhuis en daar gaan we nu naartoe. De Final Hideout. Ik weet niet wat het is, we gaan gewoon instappen en we laten ons helemaal verrassen. En zo verlaten wij de Final Hideout. Nou, we staan weer buiten, hoewel buiten het was allemaal buiten. Wat vond jij ervan, Es? Het was nog een paar keer goed. Ja, jij schrok wel een paar keer goed. Ja, ik vond het een beetje op de campsite lijken. Er stonden allemaal vrachtwagens, busjes waar je doorheen liep en dat soort dingen. Het was allemaal een beetje smerig en oud. En ja, je schrok wel een paar keer. Maar het was nergens binnen, het was allemaal gewoon buiten in het bos. Dus ik had heel erg het idee van de campsite een beetje, ja, campsite 2.0 is het eigenlijk. Er zaten wel een paar mooie effecten in. Want er komt een spook, ja, echt wel komt er naar voren. Druk een knopje in en dan krijg je een stroboscoop erbij en een geluidje. Dus dan heb je en beweging en wellicht en geluid en rode schrik. Dat zijn wel de mooiste characters, die zit vaak hier in een park gebruikt. Je had een paar goede erin. Ik dacht een beetje in het begin dat het een soort gevangenis zou zijn. Ja, een verhaallijn kon ik er niet echt vinden. Het is inderdaad, je loopt door een paar poorten heen, een soort fort inderdaad. En dan zie je wat legertrucks, je ziet wat bussen staan. Maar ik kon er niet echt een verhaallijn in vinden. Ook de scare actors die waren allemaal een beetje verschillend gekleed. Het was niet echt een verhaallijn, zoals Psycho Shock, daar ga je echt door een, ja, door een ziekenhuis heen, zeg maar, een psychiatrische inrichting, en dan kom je uiteindelijk in de gevangenis terecht. Maar dit die had ik niet echt, nee, verhaallijn was maar niet echt duidelijk. Ja, nee. Maar wel een paar mooie, goede, ja, jumpscares. Pirate Gove, die is wel gewoon op zijn oude vertrouwen strekje, voor de wildwaterbaan. Zeg, voor mij persoonlijk vind ik dit nog steeds de leukste scare zone, hè. Dit is wel een gaaf effect, we nu zijn in de onderwaterwereld. Maar natuurlijk van Pirates of the Caribbean. Van de Black Light. Dan hebben we de pakken andere kleuren. Je ziet de film helaas niet zo goed, moeilijk te filmen. Hier hebben we deze scare actor dat ze ook anders gaan gedragen dan als ze boven water zijn, zeg maar. Hallo! Hey, dit is van Good Life! Hij is van Good Life! En zo verlaten we Pirates weer. Zo zijn we alweer bij de volgende scare zone, Fire Pits. Er speelt een DJ hier en er lopen wat scare actors lopen er rond. Maar er zijn hier ook twee spookhuizen, campsites.
Dat is deze. En Jefferson Manor. We gaan ons eerst maar even de campsite doen. De campsite. Jammer dat er binnen niemand kan filmen. Ja, dat wat schrok zij zich dood iedere keer. Heerlijk gewoon dit. Wat heerlijk. Na de kettingzaag ging ik. En wat een sadist ben ik er ook, S. Wat een sadist. Ik zit er gewoon uit te lachen. Er was een vrouwtje achter zo'n kleed. Die kwam naar voren met een fluitje. Nou, ze schrok zich te pletter, echt. Serieus waar. Ja, als jij schrikt vandaag gewoon nog eens een keer dood. Ja. En als er op de grond kunnen gewoon een ambulance bellen. Zeg ik, gelijk een wagen bellen. Is gewoon klaar. Is gewoon echt helemaal klaar. We hebben het natuurlijk vorig jaar al gedaan. Hij is natuurlijk vorig jaar vernieuwd geweest. Maar net als Wicked Woods is het natuurlijk voor dit jaar eigenlijk wel gewoon nieuw. Want ze hebben vorig jaar maar één dag gedraaid, zoals bekend. Dus Wicked Woods is ook gewoon, ja, voor alle mensen hier gewoon nieuw, weet je. Ik heb het dan wel gedaan. Met een paar anderen met mij vorig jaar. Maar eigenlijk zijn deze spookhuizen gewoon nog compleet nieuw. Dus ja, er zit een UFO'tje in. Ik heb het vorig jaar uitgebreid verteld. Dus ja, als je echt wil weten wat ik er dan van vond, moet je even de video van vorig jaar nog bekijken. Want wij gaan snel door naar de volgende spookhuis. Want er ligt wat achter ons schema. En direct door naar Jefferson. Jullie hebben thuis wat archiefbeelden gezien van een aantal jaar geleden. Een paar stukjes vanuit het huis. Persoonlijk vind ik dit de mooiste. Wat vond jij ervan? Verschrikkelijk. Ga je niet mee? Nee, ik vind het nog steeds al die jaren vind ik hem heel mooi. Ik moet wel zeggen, hij was hier helemaal gevuld met acteurs op het laatst. Onder in de vloer zat niemand in. We lopen weer over een glas heen. Er zit normaal als kerk eronder. Die was er niet. Ook boven hadden ze niet gevuld. Maar dan heb ik vernomen dat ze wat acteurs tekort komen vanwege de corona. We natuurlijk allemaal hebben personeel tekort. Het is ook hier in Walibi. Dus ze hebben wel zoveel mogelijk proberen op te vullen. Maar helaas niet alles. En dat merkte ik hier in dit huis, merkte ik dat wel. Ik schrok van die kast. Ja, die kast. Die naar beneden kwam, ja. Die naar voren komt, die erin. Ja. Ik ben echt zo moe. Ja, die is wel mooi, hè? Oh jee. If these are the fuckers from YouTube. Yeah. Are you making a porn movie for me? Yes. Do you want to play with? Do you want to play along? Okay. Come on, bitch. Give it to me. Yeah. Fuck you. En waarom ik deze het leukste vind, ik vind het thema gewoon mooi. Ik vind het een heel mooi huis binnen, heel mooi gedecoreerd. Ik vind het echt gewoon van binnen prachtig. Van buiten is gewoon een loos, hij heeft het even niet over, het is geen Efteling. Maar van binnen, qua decoratie, gaat hij de Efteling echt wel voorbij, hoor, dit huis. Echt een heel goed spookhuis is. Ik heb er wel van over. Ik ook. Toch wel? Nou, wel echt geschokt. Moet ook. Ja, zoals net gezegd, de kliniek is dit jaar helaas weer niet geopend. Tenminste, niet in zijn huidige vorm als spookhuis. Je ziet het hier staan, ingang Dinner Experience, de kliniek. Ja, zoals het al zegt, je kunt dus in de kliniek kan je dus eten. Dus in de scènes kun je lekker gezellig eten. Dus in het operatiekamer, in een mortuarium, in een grafkist waar je gelegen hebt. Of tenminste waar je dan dood gaat begraven wordt een stukje. Daar kun je gewoon eten. En dan, ja, dan kun je gewoon eten in de kliniek. Dat is dan dit jaar de experience dan. Ja, hij zat 2 jaar dicht. Normaal zijn ze heel erg moeilijk met foto's vrijgeven, video's vrijgeven van de kliniek. Maar ik denk na dit jaar dat er wel foto's en video's van binnen naar buiten komen. Want ja, hij is in principe nu vrij toegankelijk. En ja, je kunt gewoon tijdens deze stiekem een foto maken natuurlijk. Dus het wordt nu wel heel makkelijk gemaakt om binnen, ja, in de kliniek foto's te maken. Dus ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat het eruit lekt. Nou, wij gaan verder. Volgens mij komt daar Eddie aan. Momentje. Ja, bij jou alles prima, joh. Nee, Eddie rijdt nog een stuk die kant op. Ik kan er wel achteraan rennen, maar jullie hebben het net gezien. Het is heel erg druk. Ik heb vorige natuurlijk een uitgebreid interview met Eddie gehad. Dus laat voor dit jaar gewoon even zitten. Wij gaan gewoon even lekker door met het eigen ding. We gaan naar de villa, maar daar waren we naar onderweg. Wicked Woods. Ja, eigenlijk is hij ook gewoon nog steeds nieuw. Wat ik net zei, ja, vorig jaar heeft hij 1 avondje gedraaid en dat was het. En daarna is hij gesloten. Dus eigenlijk is de Wicked Woods gewoon, ja, voor heel veel mensen, eigenlijk praktisch voor iedereen, gewoon nog hartstikke nieuw. Ik heb hem vorig jaar gedaan, dus als je wil weten wat ik van de Wicked Woods vind, moet je eigenlijk de review van vorig jaar even bekijken. Zet ook even in de beschrijving een linkje erbij zetten. Want ik ga hem vanavond niet doen. Wij gaan wel even naar de villa, maar de Wicked Woods slaan vanavond even over. Dan bezoeken we de laatste scare zone, Nightmares. Het is echt prachtig weer vanavond. De rook blijft goed hangen, maar de verlichting in het park heen. In de scare zones. Echt goed afgesteld. Mooie lichtprogramma's. Ja, applaus voor deze man. Ik schrik niet vaak, maar we hebben.
hem schrok ik toch. Er komt een mannetje uit de kist, maar niet. Hij was het slimmer. Ze smelt het, het paas was. Ja, maar ik zie dat niet al, dat is zo'n grote. Hij was een grote neus als ik, zie je dat? Ik heb een beetje dan? Ja, oh, niet zo hè. Hij is wel zo, alleen te verneuken. Ja, weg af! Daar zijn we eindelijk aangekomen, de villa. Bent u nou van plan de hoofdrol te spelen? Nee. Is dit wat dit moet voorstellen? Dit amateurgebeuren, jullie komen hier op een echte film zetten, wat denkt u wel? Nou, amateurgebeuren, weet je hoe duur die camera is, mevrouw? Dat zijn professionele prijzen, mevrouw. Helaas is talent niet te koop en dat blijkt duidelijk uit het argument dat u laten zien aan de regisseur. Ja, precies. Laat het even wat zien. Wat het ja, wat je erin gestudeerd hebt. Ik stond er zo laat te lachen dat jij het dan maar uit bent. Ja, zo. Ja, laat mevrouw even zien. Kom. Nee. Wat je ingestudeerd hebt. Prachtig. Ik hoop dat de regisseur er iets in ziet, want ik ben helaas alle wereld om te leven kwijt. Komt u maar. Beetje doorlopen. Heel goed. 1, 2, actie! Jullie zagen er wat archiefbeelden, maar er zijn inmiddels ook nieuwe scènes toegevoegd tot dit spookhuis. Alleen een beetje jammer dat ik niet kon herkennen welke films het waren. Moet ik eerlijk bekennen, ik kijk ook niet zo heel veel horrorfilm. Esther ook niet. Die herkende geen enkele scène. Esther is een beetje... Wat was het op een gegeven moment? Zeg ze op een gegeven moment, ga jij maar voorlopen. Ik heb haar iedere keer naar voren laten lopen, al die spookhuizen. Want ja, ik durf het echt niet meer. Voor haar voor de eerste keer, maar hier... Ik durf het echt niet meer. Maar goed dat het de laatste is voor vanavond, ja, hè? Ja, ik slaap vanavond niet. Er waren dus nieuwe scènes toegevoegd. Maar ik wist bijvoorbeeld ook Chucky die hier buiten was. Die is verwijderd, dus die is helaas niet meer. Dus het is wel leuk dat ze scènes toevoegen, maar ook wel weer jammer dat er buiten de scènes eruit zijn. Maar dat komt ook natuurlijk ook door de nieuwe Wiki Woods, zoals vorig jaar al zo. Ja, dat ze hier een wachtrij gemaakt hebben. Dus ja, je kan niet anders met de ruimte, zeg maar. Maar de scènes die toegevoegd waren, waren qua kwaliteit wel weer op het top. Het zag er wel weer goed uit. We liepen door een soort zolderkamer of iets. En dan kwam een man uit de kast. En daarna liepen we door een riool heen. Ik weet niet welke film het is. Als jij het weet welke films het waren, laat het even weten hieronder aan de comments. Ik ben wel nieuwsgierig daarnaar. Dan gaan we die film een keer samen kijken. Gaan we dan ook vloggen. En zo zijn we het hele park samen rondgelopen. Op het laatste plein voor de Speed of Sound is er weinig te beleven. Jullie hebben Bilo trouwens ook niet gezien, omdat ik Bilo vandaag niet gedaan heb. Maar zoals ik weet is daar niets in veranderd ten opzichte van de laatste keer dat ik hem gedaan heb. Wrong Turn heb ik vandaag ook niet gedaan. Die is wel nieuw trouwens. Wat is dat? Je gaat dus in een soort golfkarretje met ongeveer 12 personen word je ingezet. Word je rondgereden over namelijk het festivalterrein. Af en toe stopt hij. En dan komen de scare actors ja, bij de bus, in de bus. En hebben ze scènes gemaakt waar je dan doorheen rijdt. Maar goed, ik heb die dus vandaag niet gedaan. Dus daar kan ik verder helaas ook niet zo heel veel over vertellen. Maar die is wel nieuw voor 2021. Hadden ze in principe natuurlijk niet hoeven te doen. Want zoals een paar keer gezegd, vorig jaar heb ik maar één avond gedraaid. En dan had je in principe gewoon hetzelfde nu kunnen aanbieden als park zijn, als product, zeg maar. Maar toch wel leuk dat ze iets nieuws hebben toegevoegd. Sterker nog, twee, want bij de karbaan die ene spookhuis was ook nieuw. Dus ja, toch leuk dat Walibi, ondanks de tegenvallen van vorig jaar, dit jaar toch wel weer iets nieuws hebben neergezet. Dat vond ik wel tof. Nou, S had je wel gezegd? Nee. Nee, hè? Dit was echt wel top. Ja, top of the wild dit, hè? Top of the wild, ja. Ja, dat zei ik al. We hebben langzaam opgebouwd. We begonnen bij Frieksel Circus in de Eersel op een boerderij. Toen gingen we naar Tim Coronel, dat was er ietsjes beter. Toen gingen we naar Skermy van Perry, dat is al een stukje beter dan die andere twee. Ja? Maar Walibi is gewoon de top. Wat ik in het begin van de video zei, de eerste de beste Walibi is qua Halloween. Ze hebben het op de markt gezet. En wat mij betreft zijn ze in Nederland zeker nog steeds marktleider. Natuurlijk, internationaal zou je wel grotere, betere feesten hebben dan hier. Amerika of zo, maar daar komt Halloween eigenlijk ook vandaan. Maar voor Nederland is dit gewoon de beste. Zelfs als je gaat kijken met een moviepark. Moviepark ook heel erg goed, maar ik vind Walibi vind ik beter. Er zit meer sfeer hier in het park. Met de verlichting, alles erop en eraan. Nee, Walibi is toch wel ja, gewoon de beste qua Halloween gebeuren. En dat is geen geslijm verder. Ik kom hier natuurlijk al jaren. Je zou zeggen, je zit te slijmen, maar nee, dat is niet zo. Het is gewoon echt serieus mijn mening. Qua decoratie, alle scare actors, alles is hier gewoon. Ja, ik vond het serieus.
Ja, Eddie de Clown zorgt natuurlijk voor de sfeer, maar gewoon sowieso de sfeer in het park is gewoon goed. Dus, nou ja, goed, we zijn helemaal rond geweest. We gaan direct afscheid nemen van jullie. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Ook namens Esther, denk ik. Ja, vond een hele leuke avond. Ja, mooi. Dan gaan we volgend jaar weer. En volgend jaar zien jullie mij hier ook weer. Dus tot volgend jaar. Maar ik hoop jullie wel iets sneller te zien, hoor. Bij een kermis, pretpark, rodelbaan, want dat weet ik van waar. Tot dan weer.